Fabio Jacobsen, NK of niet, die lach krijgen ze sowieso niet meer van je gezicht, denk ik, deze maanden. Nee, het zal zijn van blijdschap of van afzien, maar ik zal ze zeker laten zien aan mijn tanden. Ja. Laatste keer dat het NK plaatsvond dat jij meedeed was in 2019, toen pakte jij de trui. Ja. Hoe reëel is dat vandaag? Goh, een hele kleine kans. Ja, zoals iedereen al gezegd heeft, heeft Mathieu denk ik de grootste kans. En ja, de rest moet zorgen hem bij te houden. En dat geldt voor mij ook. Maar mijn insteek is meer proberen dit NK uit te rijden. Vorig jaar de uitslag gezien, 17 jongens. Dus dat zijn er niet veel. Dus ja, ik denk dat dat het belangrijkste is vandaag. Zou dat voor jou een overwinning op zich zijn om deze wedstrijd uit te rijden? Ja, natuurlijk. Het is weer mijn eerste eendagskoers. Het is een lastig parcours. Ik heb wel de Dauphiné gereden, dus een beetje bergop moet gaan. Alleen ja, dit is wel weer compleet anders en explosiever. En zoveel heb ik daar ook nog niet op getraind. Maar dit is wel weer een goede training om een stap te zetten. Kun je mij uitleggen wat het verschil voor jou is? Een eendagskoers of een rittenkoers? Ja, in een rittenkoers mik ik natuurlijk echt op de sprintritten. En spaar ik mezelf zo waar mogelijk in de lastigere of heuvelritten. Of ik help de ploeg een beetje. Maar in een eendagskoers kan ik echt mezelf helemaal leegrijden. En ook een beetje als klassiek rennen koersen, omdat je toch weet dat je morgen en overmorgen mag en kan uitrusten. En in een rittenkoers ben je vaak toch iets gereserveerder, maar vandaag mag alles eruit. Nog een dingetje vandaag, het is de eerste wedstrijd waarin je rijdt met Dylan Groenewegen. Ja, wat doet dat met jou? Goh, ja, dat is bijzonder, maar ook ik rijd met heel veel andere jongens voor het eerst, omdat het NK is. Ik kijk er wel naar uit, kijk, ik gok niet dat Dylan en ik hier voor de overwinning gaan sprinten, dus... Ik heb er geen angst van. Dat zal ik bewaren voor de eerste keer dat we weer tegen elkaar sprinten. Maar is het dan, ja, hoe beschouw jij dit weerzien in koers? Geeft dat nog iets extra's? Nee, ja, gewoon, het is ook maar een renner, weet je wel, en een jongen. En, ja, het is vreselijk misgegaan en dat is balen, maar ja, daar kunnen we nu niks meer aan veranderen. En ja, ik heb daar nu ook niks aan om daar nog mee bezig te zijn eigenlijk. Dus, ik laat dat het liefst links liggen, ja. In dat geval wens ik je heel veel succes vandaag. Dankjewel, super.